Ja, oké. Okay. Kijk. Julia en ik, wij hebben iets gehad. En wat dan nog? Ik was haar bodyguard. Je moet de kater ook niet bij de melk zetten, niet waar? Het kwam zo. Donkernetto ging achter de tralies. En hij was bang dat zijn vijanden zijn kersverse bruidje iets zouden aandoen. En misschien heb ik toen gewoon wat te dicht op haar vel gezeten, oké, okay, het is mogelijk. Maar wat wil je ook? In dat schietincident, waarbij hij betrokken was geweest, hadden ze iets geraakt. Iets fundamenteels. Voor een man, dan toch, snap je? En zo kwam het dat Julia en ik. dat wij samen. afijn, ik hoef er toch geen tekeningetje bij te maken, hoop ik. En toen raakte Julia zwanger. Ze wilde het kind niet wegdoen, misschien werd het wel nooit meer wat tussen haar en Don Cornetto. Best mogelijk ook dat hij de rest van zijn jonge jaren achter tralies zou slijten. Dus bracht zij dat kind ter wereld bij mijn familie in Nederland. Ik ben afkomstig uit Haarlem moet je weten. En Siska groeide op in Nederland. In het geheim. Tot een mooie leuke meid. Niemand wist dat zij onze dochter was, want Don Cornetto was vroeger dan verwacht toch weer op vrije voeten gekomen. Dankzij die sluwe advocaat van M. En ik bleef de bodyguard van Julia. Maar nu heeft Don Cornetto mij, en Julia, op zijn zwarte lijst gezet. Want Martientje, die deel van zijn zoon, heeft ons overspel aan het licht gebracht. En de vrucht van ons overspel. En ofwel moet ik Don Cornetto nu omleggen, ofwel legt hij mij om. En zijn overspelige vrouw ook. Maar ik heb het niet gedaan, al noemen ze me dan Pistole Pieter. Eigenlijk heet ik gewoon Pieter Wapenmakers. Maar oké, okay, Pistole Pieter klinkt veel beter. Ach, het is niet meer dan een imago, en in het wereldje is een goed imago goud waard. Al voel ik me niet echt een zware jongen, moet ik zeggen. Ik ben meer een zakenman. En over imago's gesproken. Ik vind het wel mooi van Don Cornetto dat hij mij laat spreken uit de mond van een animatiefiguurtje, dat naar schatting twintig jaar jonger is dan ik ben. Ajus.